niet dat ik geen sigaret lekker vind, maar eigenlijk veel te veel. Hi, mijn naam is Kelvin en ik ben een van de personen in Nederland die het nodig vindt om video's te maken op YouTube. Dit is waarschijnlijk het beste wat deze aardbol ooit gekend heeft. En om jullie nog meer jaloers te maken, heb ik een hele zak. Maar dat is niet het enige waar ik verslaafd aan ben. Namelijk, ik ben niet verslaafd aan roken. Zoek hulp om te stoppen met roken. 0900 9393. En afgezien van het feit dat ik zelf niet rook, ga ik vandaag doen alsof ik een van de verslaafden ben. En bel ik naar dit nummer om te stoppen met roken. Zijn we er klaar voor? Ik ben er klaar voor! Yeah! Dit informatienummer kost 10 euro cent per minuut. Goedemiddag. We spreken met de Diederik. Ik wil graag stoppen met die lekkere sigaretjes te roken. Dat het lukt gewoon niet steeds. Ja, als ik het goed begrijp, je wilt graag stoppen met roken. Ja, ik zag op een van die super lekkere pakjes sigaretten staan de nummer. En ik probeer het maar eens een keer. Maar meneer, ik hoop dat u een meneer bent. Mag ik u wat een verhaal vertellen? Mag dat? Uiteraard, ja. Het is best wel al familietraditie van, zeg maar, sigaretten roken. Toen ik 11 of 10 was, was mijn moeder al... Die zat al gewoon sigaretten aan me te geven. Sindsdien ben ik gewoon verslaafd geraakt. Weet je, meer dan 10 jaar roken. Dat is wel al lang. Ja, dat is correct. Ik wil graag... dit heb ik nog niet gezegd. Ik heb het vergeten dit. Ik wil graag trouwen met mijn vriendin. Maar zij wil alleen maar trouwen als ik stop met roken. Het is niet... Kijk, ik geniet heel erg veel van sigarettenjes. Maar ook heel erg veel van mijn aanstaande vrouw. Mag ik heel even snel een sigaretje opsteken? Wacht even. Ja, maar ik wil toch zelf met mijn vrouw trouwen, of niet dan? Oké, dankjewel. Hoe lang duurt deze shit? Ja. Diederik. Mijn adres, wilt u dat hebben? De e-mailadres. DiederikLoveCigarettes@hotmail.com. LoveCigarettes@hotmail.com. Nu ziet u wat voor deel het van mijn leven is, hè? Sigaretten. Zelfs mijn e-mailadres, sigarettes, met een S erachter, zeg maar, als meervoud. Want het is niet dat ik geen sigaret lekker vind, maar eigenlijk veel te veel. Meneer, u zegt nicotine? Ik zal het nu nog eens zeggen. Sinds ik 12 ben, ben ik paling aan het roken. Gerookte paling en gerookte zalm is toch gewoon zelfs goed dan met roken. Dat is toch, het vis is toch goed voor een mens. Kijk, mijn vrouw die zegt ook altijd, oh, wat stinkt het huis toch naar vis, stop eens met roken van die paling. En dan denk ik van ja, maar ik vind het zo lekker en leuk. Hoe kan ik er dan mee stoppen? Nee, ik wil graag serieus genomen worden in dit. Ik ga toch niet voor de lol. Mijn vrouw wil met me trouwen. Ik wens u een fijne dag. Ik ga u niet verder informeren.
Maar ik wil nu weten hoe ik moet stoppen met die klote rook. Wat? Oh shit. Oké, dat is amazing. God, welkom. Hartstikke leuk. Volgens mij is dit. Oké, ik wil best wel vaker mensen gaan bellen. Maar als jij nog een idee hebt van wie ik nou precies zou moeten bellen, zet het dan in de comments hieronder, zodat ik in de volgende aflevering of de volgende prank al weet wat ik moet gaan doen. Wil je dan op de hoogte blijven van wanneer ik een nieuwe video upload, dan kun je abonneren op mijn kanaal. Er staat over, ik denk 5 seconden in beeld. Subscribe, een gele button, klik hier en dan kun je erop klikken. En dan zie je elke week mijn video's. Ik ga snel vandoor. Heel erg bedankt voor het kijken. En zet in de comments wie ik nog meer moet prankallen. Doei!